En daar zien we de stille tocht aankomen. En voorop loopt het college van burgemeester en wethouders en ook het comité 4-5 mei.
De scouts staan klaar voor het vlagceremonie. En we gaan ook luisteren naar het nummer Anne Frank. Jarenlang draaiden we het op cd. En nu al voor het tweede jaar wordt het live gezongen door KB Kai Hatu. Beloofd te werken eten, maar er was iets aan de hand. Want voor het Joodse volk voelde hij intense. Voortaan mocht ook Anne niet meer zonder ster op straat. En toen de kampen kwamen, liep haar leven echt gevaar. Met familie dook ze onder, gedurende 2 jaar. Hun geheime woning werd het achterhuis genoemd. Anne kon goed schrijven, haar dagboek is beroemd. Werden ze verraden, in treinen weggevoerd. Zo werd op brute wijze haar de mond gesnoerd. Een kind als jij en ik, met een leven veel te kort. Ze heeft haar lot beschreven, zodat dit nooit vergeten wordt. Johan Lasseur staat klaar en hij zal op zijn trompet de Last Post spelen. Thank you.
Busters, dat zijn drie vliegtuigen die zullen ook nog overkomen. En het lijkt erop dat we ze in de verte horen. En in de tussentijd zien we Marjolein van Dijk. Zij is de voorzitter van het 4-5 mei-comité. En zij krijgt het woord. Geachte aanwezigen. Peter. Bedankt voor uw betrokkenheid. Namens het comité 4 en 5 mei Baren heet ik Marjolein van Dijk. U welkom bij deze dodenherdenking. Ieder jaar staan we tijdens de dodenherdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredeoperaties daarna. En ik voeg er ditmaal ter verduidelijking aan toe, waarbij Nederland betrokken was. Door de oorlog in Oekraïne en tussen Israël en Hamas lopen de spanningen ook in Nederland op. We hebben te maken met veel verschillende meningen en standpunten over gevoelige en omstreden onderwerpen. Hoe ga je daarmee om? Weet dat de wereld ingewikkeld is. Niet alles is zwart of wit. Er zit een heel grijs gebied tussenin. Probeer je meer in te leven en begrip te krijgen voor anderen. Help elkaar om kritisch te denken en de huidige problemen te begrijpen. Ga zelf op onderzoek uit. Vraag en ga in gesprek. En blijf vooral weg van antisemitisme en andere vormen van racisme en discriminatie. Dan heb ik nu eerst een mededeling. Na deze herdenking is het herdenkingsconcert in de Paaskerk. Dat begint om 9:15, niet om 8:15, zoals ook wel is aangekondigd. Dan nodig ik nu graag de heer Gentle uit, zoon van Britse veteraan Douglas Gentle. Hij draagt het gedicht The Exhortation voor, ter nagedachtenis aan de bevrijders van Baren. En daarna is het woord aan onze burgemeester Mark Rowell voor zijn toespraak en kinderburgemeester Philippien en zij leest het gedicht voor. Het gedicht Exhortation werd door de Britten en Canadezen sinds 1918 al gebruikt bij herdenking van hun gesneuvelden. Onze bevrijders kenden dat heel goed en het is nog steeds in gebruik bij herdenking. Het gedicht smeekt ons om dagelijks te herinneren degene die alles riskeerde voor onze dagelijkse vrijheid. Voor zoveel van hun zou dagelijks nooit meer een betekenis hebben. Maar zolang wij stilstaan en hun herdenken, hebben zij altijd nog een betekenis. Exhortation. They shall grow not old,
as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier bij elkaar op dit plein, zoals elke 4 mei. Dit plein waar 3 gedenktekens herinneren aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Achter mij het Barnsmonument ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Rechts van mij het Joodsmonument met daarop de namen van de Joodse inwoners van Baarn die in de oorlog zijn weggevoerd en vermoord. En bij het gedenkteken achter mij ook het gedenkteken voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, de Melati. We herdenken, vertellen verhalen en zijn 2 minuten stil. We staan stil bij de verschrikkingen die een oorlog met zich meebrengt. We staan stil bij hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en beseffen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Toen niet en nu niet. We herdenken bijvoorbeeld Seer Posma, inwoner van Baarn, verzetsman en reserveofficier. Geëxecuteerd op 2 december 1944 op 23-jarige leeftijd. Hij ligt begraven in een oorlogsgraf, onze nieuwe algemene begraafplaats. En vanmorgen is daar al een korte herdenking geweest. En tijdens deze nationale herdenking herdenken we allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. En sinds de Tweede Wereldoorlog is er wereldwijd geen dag geweest zonder oorlog. Sindsdien en nog altijd laaien er in allerlei gebieden in de wereld spanningen en conflicten op. En soms lopen die zo hoog op dat ze de stabiliteit en veiligheid in de wereld in gevaar brengen. Conflicten met veel impact voor mensen die in deze gebieden leven. En dat we vanavond weer met zoveel mensen, jong en oud, hier met elkaar samen zijn, is hartverwarmend en nodig. Het toenemende antisemitisme in de huidige tijd doet je beseffen dat het gevaar dat in de jaren 30 van de vorige eeuw heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog en de moord op heel veel mensen zich opnieuw manifesteert. Het is dus niet iets van lang geleden, maar komt helaas op meerdere plekken in ons land tot uiting. Waardoor Joodse mensen zich niet meer veilig voelen op straat, bij samenkomsten en zelfs in hun eigen huis. Je zou verwachten dat we als weldenkende mensen zouden leren van de geschiedenis. Maar de geschiedenis leert, en ook de huidige tijd, dat we hardleers zijn. Heeft het dan wel nut om te herdenken? Natuurlijk. En misschien wel meer dan ooit. Onze vrijheid is er niet zomaar gekomen. Daar is in de donkere oorlogsjaren hevig voor gestreden. Zeer velen hebben daarvoor zelfs hun leven gegeven. En het is heel bijzonder en kostbaar dat we in Nederland de vrijheid hebben om ons in te zetten voor vrede, veiligheid en recht, zowel in ons eigen land als daarbuiten. Het offer in de strijd tegen onderdrukking en onrecht doordringt ons van de grote waarde van die vrijheid waarin wij nu mogen leven. En van de moed die nodig is om vrede, vrijheid en recht te verdedigen. In eigen land en in de wereld. We zijn het dan ook verplicht aan hen die wij vanavond gedenken om onze vrijheid van vandaag te koesteren, te bewaren en door te geven aan de generaties die na ons komen. Onze jongste inwoners die hier ook vanavond zijn.
Bijvoorbeeld onze kinderburgemeester Philippine Rotteveel. En ik wil daar haar dan ook vragen als vertegenwoordiger van de jongste generatie een gedicht voor te dragen. De kinderburgemeester van Baren dus ook een hele belangrijke taak hier in deze een gedicht herdenking. Van Lieve Metselaar. Durf te durven. Durf te praten voor hen die de stem niet hadden, stille helden waren. Durf te geloven in vrijheid en samen. Durf te hopen voor hen die de hoop nooit opgaven voor de toekomst. Durf jij 2 minuten stil te zijn? Dan durf ik te luisteren. Vandaag nodig ik Duitse Kevelam van de Waldheim MAVO en Claire van Drunen van de Nieuwe Barense School uit om hun gedicht voor te dragen. Daarna volgt een inleiding van de gastspreker door comité-lid Godfried van Run. De beste vriendin van mijn oma. De beste vriendin van mijn oma, ze weet nog hoe alles ging. De beste vriendin van mijn oma, de tranen in haar ogen als ze iets vertelt over de tijden dat het zo vreselijk was. De beste vriendin van mijn oma, de gruwelijke sfeer die er hangt als ze vertelt hoe ze bijna gepakt waren. De beste vriendin van mijn oma, zo blij dat alles nu oké is, maar nooit meer dezelfde beste vriendin van mijn oma. Het doet nog steeds pijn. Ik voelde me hier altijd zo fijn. Maar nu voel ik alleen nog de pijn. Het spelen was het fijnst. Vooral met het 7-jarige meisje Jasmijn. Ze noemde me altijd Marjolein. Maar wat ik ook zeg en wat ik ook doe, haar hoor ik nooit meer zeggen. Man, kijk, het is Marjolein. Toespraak. En die wordt ingeleid door Godfried van Rund van het 4-5 mei-comité. De spreekster zijn Geet van Bentum en dochter Angelie van der Weijen. Straks hoort u het verhaal van een meisje dat 4 jaar oud was toen zij haar vader verloor. Het gebeurde in mei 1940 in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Dat meisje van toen is Greet van Bentum Aartsen. En zij is inmiddels wat ouder. Ze is 88 jaar. En ze zit daar. Zij zal vertellen over haar vader, Gerrit Aartsen. Zijn naam staat op het monument, helemaal bovenaan, hier achter ons. Ik vertel u ter inleiding graag iets over Baarn in die tijd, mei 1940. Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 vlogen Duitse vliegtuigen ronkend over Nederland, ook over Baarn, om parachutisten te droppen en om bommen te laten vallen in het westen van ons land. De Duitse inval was al lang verwacht. Nederland was in augustus 1939 gemobiliseerd. Alle opgeroepen soldaten stonden op hun post. Voor de inwoners van Baarn was de Duitse inval het sein om het dorp te verlaten. Dat zit zo. Baarn lag vlak achter een verdedigingslinie. In het programmaboekje vindt u een kaartje van die linie. De Grebbelinie. Die liep vanaf de grote rivieren en de Grebbeberg langs Amersfoort, Soest en Baarn helemaal door tot aan het IJsselmeer. In het programmaboekje ziet u ook een foto van een loopgraaf bij de dijk langs de Eem aan het Zuidereind. Hier diende de Duitse Weermacht gestopt te worden. Met als gevolg dat Baarn in de vuurlinie lag. Uit voorzorg moesten daarom de bewoners vertrekken. Oud-journalist Jacob van Loon beschrijft in die dagen de evacuatie van Baarn als volgt.
Hij schrijft 10 en 11 mei 1940. Het was een zware uittocht. Een lange stoet, droevig om aan te zien. Zwaar beladen fietsen waren behangen met manden, pakken, koffers, waarin men het voornaamste dat men zijn eigendom noemde, meenam. Bakfietsen, afgeladen vol, getrapt door jongeren die een der ouders of grootouders op den wagen vervoerden. En zo verliet ook de moeder van Greetje samen met haar 4 kinderen het huis aan de Acacialaan. Zij werden opgenomen in huizen en vader die was er niet bij. Gerrit Aartsen was Rode Kruis soldaat. Het was de taak van dit legeronderdeel, dat bestond uit vrijwilligers, om gewonde soldaten te vervoeren en te verzorgen. Gerrit Aartsen zat met ongeveer 16 man op een hospitaalschip, de Actinia, een soort drijvend ziekenhuisje. Dat lag in Amsterdam en voer op 10 mei naar Sliedrecht. Dat zou een verzamelplaats worden voor de opvang van gewonde soldaten. Vlak voor vertrek schreef Gerrit Aartsen nog snel een kaartje aan zijn vrouw. Het is ontroerend in zijn eenvoud. Even een berichtje dat wij druk aan het pakken zijn om weg te gaan. Waarheen weten we niet. Houd je goed en denk om jezelf en de kinderen. Je steeds liefhebbende man Gerrit. En daaronder schrijft hij nog snel. Vele zoenen hoor en tot ziens. In haast. Dag, tot ziens hoor. Een paar dagen later, waarschijnlijk op dinsdag 14 mei... schrijft de moeder van Greetje een kaartje aan haar man. Zij schrijft, lieve Gerrit, even een berichtje van je vrouw en kinderen. Ik ben geëvacueerd in huizen en heb het bijzonder getroffen. Ik heb hier een goed tehuis en de kinderen spelen en zijn hier echt op hun gemak. Ik zit in spanning te horen waar of je gebleven bent. Dus, lieve Gerrit, wees verder van ons hartelijk gegroet, je vrouw en kinderen. Deze kaart zou Gerrit Aartsen nooit bereiken. Dan geef ik nu graag het woord, als u naar voren wilt komen, aan mevrouw Greet van Bentum Aartsen. En zij wordt bijgestaan door haar dochter. En zij is Angélie van der Weijden. Toen ik 3 jaar was, verhuisden we van de Acacialaan vlakbij kleuterschool Lenteleven. Ik was nog te jong voor school, maar ik keek iedere dag door het hek naar de spelende kinderen. De directrice zag dat en regelde dat ik al mocht komen. Dat vond ik heel fijn. Er was oorlogsdreiging, maar dat wist je als kind niet. Mijn vader werkte op de gasfabriek en was vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij was Rode Kruis soldaat. Hij droeg een militair uniform met 2 rode kruisjes op de kraag. Hij werd opgeroepen om naar Amsterdam te gaan, waar de kazerne was. Op 10 mei vielen de Duitsers ons land binnen. Mijn moeder werd met 4 kinderen geëvacueerd. Ik was de jongste. Op de Eemnesseweg reden auto's waar de mensen in moesten stappen om naar het Gooi gebracht te worden. Wij gingen naar huizen in een rode auto bestuurd door een vrouw. We werden verzameld op een plein en moesten wachten. Gelukkig waren er lieve mensen die ons opnamen, de familie Geitenbeek in huizen. Ze waren heel goed voor ons. Bij de familie kwam een paar dagen later een dominee langs. Hij vertelde mijn moeder dat mijn vader was vermist. Het was gebeurd op de tweede oorlogsdag, 11 mei 1940... Het hospitaalschip van mijn vader was op de Merwede in de buurt van Werkendam op een Duitse mijn gelopen. Een enorme explosie volgde. Het schip zonk meteen. Mijn vader zat samen met anderen beneden deks. Zij konden niet meer gered worden. De boot moest gelicht worden om de mensen te kunnen bevrijden uit het ruim. Er zijn klopsignalen gehoord. Maar er was geen materiaal aanwezig om hulp te bieden. Toen maanden later is de boot pas uit het water gekomen. In de tussentijd was mijn moeder in onzekerheid over het lot van haar man en schreef brieven met de vraag wanneer haar man thuis zou komen. Toch vermoedde ze al snel dat hij niet meer leefde. Mijn moeder had al veel meegemaakt.
Haar eigen moeder stierf in het kraambed en haar vader de avond voor mijn geboorte. Toen mijn vader stierf, was ze pas 32 jaar. Ze was heel gevoelig, gauw geraakt. Ik zag haar mond dan bewegen. Toch is zij niet verbitterd. Ze was lief en hulpvaardig. De kleinkinderen kwamen graag bij haar. Ze is 76 jaar geworden. Op zijn graf staat: hij stierf voor zijn vaderland. Op zondagmiddag was de wandeling altijd naar het kerkhof. Ik las altijd de teksten en namen op de graven. Op school hadden we een les met spreekwoorden. We kregen een deel en moesten het dan afmaken. Ik kreeg rust en ik zei zacht. Iedereen lachte. Het moest roest zijn. In de hongerwinter heeft iemand ervoor gezorgd dat we alle vier wekelijks ergens konden mee eten. Veel mensen waren met ons gezin begaan. Toen ik een jaar of 10 was, mocht ik voor de zomervakantie naar een gastgezin in Nijverdal en later in Rijssen. Het was een lieve familie en ik had het er fijn. Ik heb nog lang contact met ze gehouden. Ik was nog jong. Ik heb niet veel herinneringen aan mijn vader. Mijn moeder was niet in staat om veel over hem te vertellen. Ik heb mijn vader altijd gemist. Als ik bij een vriendinnetje speelde, wilde ik altijd weten hoe laat haar vader thuis zou komen. Dan wilde ik voor dat moment naar huis. Ik kon niet goed aanzien dat de vader zijn kinderen zou begroeten of knuffelen. Dan voelde ik het gemis te veel. Mensen die mijn vader gekend hadden, zeiden vaak dat ik op hem leek. Dat vond ik fijn om te horen. Mijn moeder had donker haar, de andere kinderen ook. Ik was de enige met rood haar. Mijn vader was rossig. Mijn vader is herbegraven op erebegraafplaats in Loenen. Daar rust hij nu. Ik ben ook blij dat zijn naam hier op de plaquette bij het monument staat. De namen van de mensen die begraven liggen, of die op het monument te staan, hier op het Stationsplein, worden nu voorgelezen. Mijn naam is Sharon Cooper. Ik zal openlijk de namen uitspreken van onze Joodse medebewoners, die na de Tweede Wereldoorlog niet meer naar hun huis hier in Baarn terugkeerden. Hadassa Abram van Praag, 37 jaar. Rita Barmee, 19 jaar. Hein Boasson, 36 jaar. Saul Cardozo, 35 jaar. Judith Cardozo Abbas, 36 jaar. Sarah Cardozo, 6 jaar. Paul Cohen, 31 jaar. Gerda Cohen Bergman, 27 jaar. Georg Frank, 57 jaar. Anna Frank Meisel, 53 jaar. Marta Frank, 27 jaar. Walter Heineman, 48 jaar. Trude Heineman Kirchheimer, 39 jaar. Meijer van der Heim, 40 jaar. Wilhelmine van der Heim Sanders, 38 jaar. Jacob van der Heim, 12 jaar. Sarah van der Heim, 10 jaar. Herman Hirschfeld, 66 jaar. Marcus Israels, 59 jaar. Maria Israels de Beer, 48 jaar. Astrid Israels, 7 jaar.
Jozef Kleestad, 45 jaar. Frans Klein, 43 jaar. Gertrude Klein Appelveld, 32 jaar. Koert Klein, 11 jaar. Marcus Krant, 51 jaar. Jacomine Krant, 49 jaar. Jozef Krant, 21 jaar. Jozef Lezer, 63 jaar. Sarah Lezer Spijer, 52 jaar. Hans Messo, 64 jaar. Meta Messo Nehab, 56 jaar. Arie Roodveld, 36 jaar. Mariana Roodveld Vuistje, 29 jaar. Abraham Roodveld, 7 jaar. Godhold Rozen, 65 jaar. Rose Rozen Moses, 60 jaar. Wilhelm Rutenborg, 50 jaar. Anne Schellevis, schijvenschuurder, 39 jaar. Jozef Slesinger, 73 jaar. Aaltje Slesinger van der Hoeden, 34 jaar. Barend Swaap, 32 jaar. Susanne Swaap de Bruin, 39 jaar. Mariana Swaap, 11 jaar. Nehemia Swaap, 6 jaar. Ik zal de namenlijst voorlezen van de verzetstrijders en anderen in Baren. Gerrit Aartsen, 37 jaar. Richard Barmee, 20 jaar. Rita Barmee, 19 jaar. Leendert Beerschoten, 21 jaar. Adrianus Blankenstein, 37 jaar. Hendrik de Bond, 27 jaar. David van Egen, 24 jaar. Esmee van Egen, 26 jaar. Jan Faber, 51 jaar. Marten van der Goot, 53 jaar. Gerard van Hamel, 32 jaar. Lodewijk van Hamel, 26 jaar. Frederik van Helden, 23 jaar. Jacob van Helden, 24 jaar. Theodorus Hendricks, 41 jaar. Johannes Hofius, 23 jaar. Wilco Jiskoot, 20 jaar. Ernst de Jonge, 30 jaar. Jan Karman, 22 jaar. Ernst van Kempen, 21 jaar. Jacobus Kieft, 24 jaar. Albertus Kleijsen, 21 jaar. Josephus Kleekamp, 26 jaar. Bernard de Koning, 24 jaar. Cornelis Langerhorst, 22 jaar. Dirk van der List, 61 jaar. Samuel Meijhuizen, 66 jaar. Willem Paanakker, 49 jaar. Seerp Postma, 23 jaar. Cornelis van Schaffelaar, 19 jaar. Jan Vizee, 20 jaar. En tenslotte Gerard van Vulpen, 41 jaar. De voorzitter Marjolein van Dijk zal nu aan gaan kondigen dat de bloemen gelegd gaan worden. Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst. Ook dank aan muziekvereniging Crescendo voor de begeleiding van deze herdenking.
en aan Gawika Hattu voor het zingen van het lied Anne Frank. En dank aan de scouts die zoals ieder jaar stil en efficiënt het protocol van deze herdenking voor hun rekening hebben genomen. Er zal nu eerst een krans worden gelegd bij het bevrijdingsmonument, bij de namen van de verzetstrijders en bij het Joodsmonument door het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Dit jaar is er ook een speciale krans die door jongeren wordt gelegd. Deze krans wordt gedragen door de kinderburgemeester Filipien en door de winnaar van de gedichtenwedstrijd. Daarna volgt de krans en bloemlegging in de volgorde van de stille tocht. Vervolgens wordt u alle uitgenodigd om bloemen en of een steen te leggen. De kranslegging vormt het einde van deze herdenking. Om 9:15 start het herdenkingsconcert in de Paaskerk, hier vlakbij aan de Oude Utrechtse Weg. Meer informatie over het concert vindt u in het programmaboekje. U kunt na de kranslegging ook napraten met koffie of thee binnen bij de sociëteit de vereniging hiernaast. Dan volgt nu de kranslegging. Onder leiding van Crescendo worden nu de kransen gelegd. En de eerste krans inderdaad door burgemeester en wethouders en de Nestor van de Raad. Tweede krans gelegd door de scouts. En we zien wethouder Mark Veldhuizen. En André van der Pad van de VVD.
Charine samen met Milou. Leg ook een krans bij het monument. Ze worden geassisteerd door de scouts. Dat is een afspraak die inmiddels gemaakt is. Dat zij de kransen naar de plek brengen. Veteranen, ook zij zijn elk jaar aanwezig bij de herdenking en ook zij leggen een krans bij het monument. Zijn ze behoorlijk vertegenwoordigd. En dan heb ik het over de EHBO. En ook zij leggen een krans bij het monument. En dit is nog een van de veteranen. Afvaardiging van de kerken. De scouts, de verschillende groepen. Zij brengen ook bloemen mee. Ik zei het al, er is een grote betrokkenheid van de verschillende scoutinggroepen uit Baren.
toon te vieren. Net zei de klarinet. Verschillende groepen hebben gehad en nu is voor de andere burgers van Baren de mogelijkheid om bij het monument langs te gaan en ook nog respect te betuigen. We hebben gezien dat onze burgemeester een steentje neerlegde op het Joods monument en ook dat is een traditie. We zagen de meer liggen en daarmee geef je eigenlijk aan dat je er geweest bent en dat je ze niet zult vergeten. Zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze herdenking op het Stationsplein in Baren. Het is altijd weer ongelooflijk indrukwekkend om te zien hoeveel mensen erop afkomen, maar ook om de verhalen te horen die in die Tweede Wereldoorlog zich hebben afgespeeld. Crescendo heeft deze herdenking begeleid en dat doen ze nog steeds. Wij sluiten nu af. Eemland 1 was live aanwezig bij de herdenking van de doden in Baren op het Stationsplein.